Oh nee, Nigel gaat af op school. Dadelijk wordt hij gepest. Mijn kind wordt gepest. Oh nee, Nigel laat wordt vandaag een kind en ik ben er niet bij. Hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug hier bij een nieuwe Sims 4 aflevering. En oh my god, oh my god. Ik moet me diep en diep, diep schamen. Echt waar, sorry. Oh, ik kan het echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb nog nooit zo lang geen Sims 4 video geüpload. Het heeft drie. Fucking weken geduurd. Drie weken, dus. Sorry. Uh, dat is het enige wat ik kan zeggen. Echt, het spijt me. Echt. Ja, dus, laten we maar gewoon beginnen. Ik had de vorige aflevering gezegd van. Yo, Gio. Of yo, kijkers, yo, lieve mensen. Um, ik zal veel sneller een Sims 4 video uploaden. En uiteindelijk duurde het dus drie weken. Dus echt. Sorry, dit zal nooit meer voorkomen. Jullie geloven mij waarschijnlijk nu echt niet meer, maar. Geloof me, alsjeblieft. Welkom, jullie. We weer lekker terug bij Sims 4 aflevering. De serie is niet gestopt als je dat dacht. Het gaat natuurlijk nog steeds verder. En wij hebben de vorige aflevering. Ook al is dat voor mij zelfs ook al drie weken geleden. Dus het is nog knap dat ik dit onthouden heb. Eigenlijk heb ik net de laatste aflevering teruggekregen, uh, gekeken. Maar wij hebben de vorige aflevering een jongen gekregen. En dat is Nigel Latoy, mijn allereerste eigen echte kind. Ja, hallo. Lekker Nigel Latoytje op zijn bedje hier zo op een roze uh, ja, kleedje. Best wel schattig. Maar uh, dit is Nigel dus. En we zouden hem deze aflevering ouder gaan laten worden. Maar als jullie het ook nog weten. Uh, Melanie is. Ik weet niet waar ben je? Oh, hier. Melanie is ook nog zwanger. En dat duurt nu nog bevallen over vraagteken, vraagteken, vraagteken. vraagteken. Oftewel, ze kan dus. Oké, okay, ze moest niet zo van het toilet. Maar in ieder geval, ze kan dus elk moment gaan bevallen. Kijk, er staat hier zelfs nog een kerstboom. Omdat het natuurlijk net kerst is geweest. En. Toen ik die vorige aflevering had opgenomen, was het nog geen eens kerst. Maar nu dus wel. Wel die ook nog lekker de kerstcadeautjes staan. Die zijn nu dus nog steeds niet uitgepakt. Kan ook niet, maar eventjes voor het gevoel. Um, ook had ik de vorige aflevering aan jullie gevraagd van yo, wat moet ik doen met deze enorm grote kamer hier? dus? Met dat basketbalveld. En de meesten zeiden eigenlijk wel van: ja, Gio, haal het maar weg en maak er een super grote mooie uh, woonkamer van. En ik. Vond dat zelf het beste idee. Ik vond dat zelf ook leuk om te doen. Dus dat gaan we zoiets doen deze aflevering. Ik hoop dat jullie er erg veel zin in hebben. Ik in ieder geval wel. We zijn natuurlijk al zo'n twee minuten bezig. Maar wij gaan eventjes de grote sloper ingooien. En daarna gaan we maar even, denk ik, Nigel ouder laten worden. En we hebben nog steeds die Butler hier natuurlijk. Ja. Hallo. Kijk eens, de vrouw. Die Umahima Al Habib. Met die super moeilijke naam inderdaad. En Mel, waarom lig je in mijn bed? Ga eens eventjes naar je eigen bed. Kan je wel zwanger zijn? Maar hoef je nog niet te slapen op mijn bed We moesten trouwens ook nog een bed toewijzen aan die butler Kijk, dat kan, dat kan niet, dat staat erbij Bed toewijzen aan butler uh, Nou, dat gaan we maar even niet doen Want we, we zien wel wat we gaan doen Waar we haar laten slapen In ieder geval, eerst moeten wij deze kamer hier weghalen Dus Hieuwtje, kom jij eens even hier naartoe Hierheen gaan Gefeliciteerd met het nieuwste gezinslid Dankjewel Esmee En Gio, kom jij ook eens even hier voor simdollars Voor iedereen demonstreren uh, Nou, doe dat maar even lekker beneden daar ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, gaan we eventjes lekker naar beneden. Uh, dan hebben wij de ruimte hier zo tenminste. En dan kunnen we dit dus helemaal gaan slopen. Of tenminste. Misschien moet ik wel de, de muren erin laten zitten. Maar dit kan sowieso weg. Dit kan weg met die ballen. Dit kan weg. Dat hele veld kan weg. Uh, de bankjes die kunnen weg, allemaal. En die ramen. Ja, dat bedoel ik dus. Die kunnen er op zich nog wel in blijven, toch? Dat, dat staat nog best leuk zo. Uh, die kan ook weg. Ik vind de ramen nog best leuk. Ja, nou, dan laten we dat in ieder geval eerst even zo... Dit kunnen we ook weghalen, dit kunnen we weghalen. Dat zijn nog best mooie lampen. Dus die kunnen we hier sowieso behouden, denk ik. Als we er hier nou ook in ophangen. Of laten we het zo doen. Dat we die aan de muur aan de bovenkant hangen. Kijk eens aan. Juist. Uh, dat is veel te hoog. Zo. Dit is beter. Oké, okay, dit... Oh, ik heb zin om te bouwen. Ik heb echt heel lang niet meer gebouwd met jullie. Dus vandaar. Um, ik ga even hier een muurtje neerzetten, want ik heb wel een klein ideetje wat ik ongeveer wil doen. Want we hebben natuurlijk niet echt een goede woonkamer en dit kan je ook niet echt als een woonkamer zien. Uh, dit is meer gewoon een beetje een boven-tussenkamer. Uh, daarom wat wij dus gaan doen is hier sowieso een flatscreen televisie ophangen. Uh, past dat hier? Dat is niet mooi in het midden. Dan gaan wij hem hier ophangen. Ja, dat past wel. En dan zetten wij daar sowieso natuurlijk een bank neer. Want een bank, dat hoort in een woonkamer. Maar wat voor bank? We hebben waarschijnlijk ook nog superveel nieuwe meubels van die vorige uitbreiding. De langwerpige duikbank. Plank. Of bank. Oké, okay, bank. <laughs> ik dacht dat het een duikplank was, maar dat is het dus niet. Uh, dat is geen leuke bank in ieder geval. Dit vind ik wel een leuke bank, maar dat is meer voor buiten. Dus wat ik dan wil doen is denk ik toch... Uh... Dit? Dat is ook weer. Oh, dit, dit gaat moeilijk worden. Oh, god. Dit. Ja, we, la we laten het gewoon hierbij. Of toch dit? Weet je wat? We doen het gewoon. Wij zetten deze neer. Ja, we gaan niet lopen twijfelen, want het gaat allemaal veel te lang duren. Dus we zetten hier een bank neer. Of eentje naar achter nog misschien. Ja, dan hebben we wat meer ruimte zo. Uh, Oké. Okay. En dan zetten wij die hier ook nog neer. Dat past niet helemaal precies zo. Um, juist. Nou, hartstikke leuk, toch? Dit past precies, of eentje... Nee, ja, past precies. Nou, en wat er nu natuurlijk nog meer in een woonkamer hoort... Of tenminste, we zullen vast niet allemaal... Niet elke kijker zal hetzelfde woonkamertje hebben, maar... Dit is nieuw, en dat is een open haard, kijk, op de tafel. En die vind ik dus hartstikke leuk, dus die gaan we neerzetten. En we kunnen ook misschien nog een extra open haard doen hieronder, voor de gezelligheid. Oh, want dat ziet er wel heel erg leuk uit. Alleen, het is nu geen kerststal meer, dus dat past niet echt. Die past wel... En die past precies bij de bank in dezelfde kleur. Dus dat is super vet. En kunnen we die ook nog aanpassen qua kleur? Dat we die. Ja. Zo. So. Wat een stijl, jongens. Ik heb echt stijl gekregen. Dat is niet normaal. Oké, okay, en dan hebben wij nog een kleedje nodig. Uh, die is iets te klein. Misschien een rond kleed. Nee, dat is ook allemaal te klein. Dit. Kijk eens. Ja, dat past precies. Ik vind het trouwens altijd leuk om te zien als jullie. Als ik dan gebouwd heb in een aflevering. Wat ik dus echt al heel lang niet meer heb gedaan. Maar als ik het jullie dan nazien. Of dat jullie mij stukjes opsturen of via social media. Dat vind ik altijd hartstikke leuk om te zien. Dus als je dit na wilt bouwen, dat kan natuurlijk gewoon. Ik bedoel, hartstikke leuk en stuur het dan ook zeker naar me op. Maar we gaan hier een muur neerzetten. Want dat staat er wel bij. Even kijken, dit. Past dat? Ja, dat past. En dan zetten we er hier ook een neer. Zo. En dan dat geeft een beetje een ingesloten gevoel voor de woonkamer. Alleen is deze te laag. Dus we gaan wel een andere ding neerzetten. Kijk, ik vind die eigenlijk precies goed. En dan moeten we die hier ook hebben. Zo. En dan doen we er eentje zo schuin. En dan doen we er hier ook eens schuin. En. Nee, die schuin die halen we toch maar weg. Zie <laughs> je, ziet het. Ik twijfel ook gewoon als ik bouw. Ik bedoel, het is helemaal niet makkelijk om te bouwen, vind ik. Maar jullie vonden het wel altijd mooi hoe ik het deed, in ieder geval. Ik had echt ooit in de eerste afleveringen zo'n supermooi huis gebouwd van mezelf. Dat was echt niet normaal. Vond ik dan aan jullie ook allemaal van, wow, chill je kan zo goed bouwen. Dus vandaar. Uh, past hier een raam in? Is dat leuk of is dat niet leuk? Nee, dat, nee. Die kale muur, die maken we hier wel bruin, want dat staat anders echt super lelijk. Nu hebben we dus een beetje dat ingesloten gevoel gegeven en ja, dit staat wel leuk. Kijk eens. Nu heb je alsnog een soort van raampje erbij. Hé, hey, top. Oké, okay, nou, de planten. Die moeten er ook nog bij. Ik denk dat ik gewoon een grote muziekinstallatie hier ook ergens neer ga zetten. Zodat ze natuurlijk wel wat lekkere muziek hebben. Ook hier in de woonkamer. Dus daar misschien past dat precies. Ja, joh, dat staat hartstikke top. Hier wel een rond kleedje erbij. Kijk, ja. We kunnen hier geen balkon doen, trouwens, hè. Nee, want dat hebben we hier boven de opal. Ja, dat is wel jammer, dat we hier geen balkon kunnen balkon doen. Oké, okay, maar we hebben dus nu hier een woonkamer en dan moeten we dus eigenlijk ook nog een soort van grote etenstafel hebben, want we hebben hier ook een etenskamer, maar dat is veel te ver weg van de keuken. Stel je voor dat je altijd van de keuken, die hier dus beneden zit, echt gewoon altijd helemaal naar boven moet en helemaal hier je bord neer moet gaan zetten. Dat, dat, dat werkt niet, dus dat is veel te ver weg. Dus we gaan hier een etenstafel zelf nog neerzetten. En wat ik dan leuk vind om te doen, is dat we hier nog een halve muur neerzetten zodat het wel een beetje gescheiden is van de woonkamer. Want anders hebben die muren ook geen nut. Ja, dit is toch gezelliger, hè? denk ik. Ja, toch wel. Nou, dan zetten we super deluxe stoelen hier neer. Dit is niet een stoel voor aan de tafel. Oh, wat jammer. Deze ziet er wel vet uit. En wat is dit? Een kussen. Een kussenfluff. Oh, dit is ook nog wel leuk om ergens neer te zetten straks. Maar eerst eventjes de etenskamer. Die gaan we hier eerst maken. Dus, wat voor stoelen zetten we daarbij neer? Uh, dit past ook niet aan tafel. Dit dan? Nee. Wacht, ik moet naar de etenstoelen. Juist, dit. Oké, okay. wat kunnen we hier neerzetten? Nou, zo, de stoeltjes staan. De fruitschaal moet even midden op tafel. Kijk, het gaat al ergens op lijken. Wat is dit dan? Een skyflat 1x1. Wacht, wat is dat? Ik heb geen idee wat dat is. Oké, okay, laat het ook maar zitten. Nectarcooler. Uh, wat hebben ze allemaal voor rare dingen? Joh? Ik heb die dingen nog allemaal nooit gezien. Ik heb geen idee wat dat is. Nou, we zetten die in ieder geval hier neer. Oké, okay, ik heb een lage boekenkast hier neergezet, omdat ik die wel leuk erbij vind. Passen zo. Eh, uh, het is nog een beetje leeg, maar we hebben in ieder geval wel een hele gezellige woonkamer, vind ik. Tenminste, misschien houdt niet iedereen hiervan, maar ik vind het er best leuk uitzien. Ik hou er ook altijd van om van die grote planten neer te zetten, met die grote plantenbakken. Of dit, zoiets als dit, kijk. Dit past dan niet echt binnen, denk ik nu. Weet je wat, we zetten het gewoon hier neer. En dan past het het gewoon. Het past gewoon hier binnen. Kijk, juist. Dan hebben we gewoon een beetje bosjes en bloemetjes. Staat gewoon hartstikke gezellig, dit. <laughs> ik wilde eventjes een schilderijtje ophangen hier. <laughs> Heb ik gelijk dit te pakken? Dat, dit zijn waarschijnlijk dingen voor in de stad ergens. Want het is veel te groot om in je huis op te hangen. Maar ik ben bijna klaar. Dus nog eventjes geduld. Ik laat het jullie straks zien. Ik wil hier nog de laatste dingetjes ophangen. Zoals een schilderij, wat wel een beetje erbij moet passen. Uh, nee, dit past niet. Het moet zwart zijn. Ja. Oké. Okay. Eh, uh, nog geen? Nee, we laten het zo. Ik ga gewoon jullie een toegeven nu. Het is nog niet helemaal af, maar we hebben sowieso nu die superlelijke... Ja, hoe moet ik het zeggen? Basketbalkamer. Veranderd door een woonkamer en er een etenskamer uh, van te maken. Dus wat we gaan doen, Gio gaat lekker naar beneden naar het plein. Die gaat daar een toespraak houden. Dus, dit is de gang en je komt binnen in het huis. Je ziet het... Uh, de... Oh, dit klopt niet. Dit moet eventjes weggehaald worden in ieder geval. Maar we hebben hier in ieder geval twee ramen weggehaald, zoals je kan zien. Uh, de ramen hier zitten er nog wel in. Maar we gaan naar binnen. Ik ben benieuwd hoe jullie het gaan vinden. De kerstboom staat er ook nog trouwens. Um, oké, okay. daar is ook een tv. Hè? Ik, ik kom echt alle, achter allerlei dingen van het huis. Er zijn volgens mij zoveel dingen die ik gewoon nog steeds niet weet hier. Maar, hier, ik bedoel, wat is dat? Wat hangt daarnaast? Ik heb dat nog nooit gezien. Maar oké, okay. we komen hier. En dit is het huis. Dit is nu dus de woonkamer met de eetkamer erbij. En waarom wordt het ineens wazig? Laat maar, het is alweer opgelost. Uh, nou, dit is het dus. Je hebt hier een lekker open haartje, de bank en alles waar je heerlijk gezellig kan, zi uh, kan zitten. En je hebt dus gelijk uitzicht op de keuken, wat ik echt wel wilde. Uh, dus dat. Uh, we hebben hier trouwens de muziekinstallatie veranderd door een pianootje neer te zetten. En daar is een kast, een boekenkast. Hier staat dus nog die andere kast. En dit is de etenstafel waar ze nu, dus uh, nu dus lekker kunnen eten. En hier hebben wij een uh, hangmat. Hang, dat, dit is geen hangmat. Dit is een hangstoel. Ja, dat is het. Nou, oké. Okay. Uh, aan verlichting kan nog wel wat gedaan worden. Dus dat ga ik nog even snel doen. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden. Ik vind het namelijk wel leuk. En het is veel beter in ieder geval dan die saaie basketbalkamer. Want ik had er echt een hekel aan en ik vond het echt niet mooi. En jullie dus blijkbaar ook niet. Dus daarom heb ik dit allemaal vervangen. Uh, kunnen we nog een grote lamp neerzetten hier die er een beetje bij past zoals dit? Kaarsje? Nee. Uh, wat kunnen we neerzetten hier? Misschien een lampje hier. En een lampje daar. Ja, dat staat al een stukje beter. Oké, okay, nou, dan hebben we dat in ieder geval nog. Uh, voor de rest is het best leuk, toch? Ja, nou, als jullie het niet leuk vinden of als jullie het echt vreselijk vinden, laat het maar achter. Ik ga het toch niet veranderen. <laughs> nee, maar laat eventjes tips achter nog voor wat jullie erbij willen of voor wat ik vergeten ben voor in... Deze kamer, want um, ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke leuk uitzien. En we hebben nu tenminste een gezellig woonkamertje waar we kunnen zitten. En eigenlijk kan ik de keuken ook nog wel uitbreiden. Je ziet het. Ik heb zoveel dingen en ideeën nog voor dit huis. Omdat het ook zo groot is. Dus ik kan er nog zoveel aan veranderen. Maar het is dus nu tijd om um, naar Nigel te gaan. Want Nigel gaat ouder worden. En we hebben natuurlijk gelukkig onze butler die ook voor het kind kan zorgen. Dus dat is hartstikke ideaal. Maar Nigel. Kom eens hier, lekker kindje. Uh, meer keuzes, wat gaan we doen? Ouder worden? Ja, wacht, waar ben ik? Oh ja, ik ben hier beneden. Shit, wacht, ik moet oh wel God, snel naar huis. Want mijn, mijn eigen kind gaat ouder worden. Ga snel naar huis. Oh nee, Nigel Latoy wordt vandaag een kind en ik ben er niet bij. Oh, wat jammer. Oh, dat ging allemaal veel te snel. Nou, in ieder geval, Nigel Latoy, mijn allereerste kind, is dus hier nu echt een kind in plaats van een baby. En ik ga hem een. Um, wat wil ik dat mijn kind wordt? Ja, wat, wat wil ik eigenlijk? Ik bedoel, wow. onstijm rakken, sociale vlinder, wonderneurt. Nee. Even kijken, wat ga ik er uh, nog van maken? Of ik zeg nee trouwens, maar ik bedoel, ja. Ik ga een wonderneurt ervan maken. Meer extrovert, muziekliefhebber, Ja, ook wel leuk. Oké, okay, ik krijg een zelfverzekerd kind. Ja. Hallo Nigel. Top. Je naam past totaal niet bij je haar en zo. Uh, als dat überhaupt kan. <laughs> maar ik bedoel, ja. Uh, je ziet er een beetje raar uit. <laughs> dat zeg ik ook echt over mijn eigen kind. Oké, okay, wat is mijn normale kleding? Oh, dit is mijn normale kleding. Aha. Oké, okay, en ben ik een gespierde boy? Of is mijn kind een gespierde boy? Laat ik het daarbij houden. Ja of nee? Uh, ja, hartstikke gespierd. Oké, okay, nou in ieder geval, wat jullie dus de vorige aflevering ook nog allemaal hadden gezegd, is dat ik echt dat kappie wat ik hier op heb, echt moet afdoen. Um, dus, ik ga op zoek naar een kledingkast, die hier waarschijnlijk gewoon ergens in het huis staat. En dan ga ik heel snel dat kapje afdoen, want inderdaad, ik zie het zelf ook steeds, maar dan denk ik van ja, ik laat het wel zo. Maar nu zijn er heel veel mensen van Gio, verander alsjeblieft de kleding van jezelf, want dat ding op je hoofd ziet er echt niet uit en dat klopt wel. Dus ik ga mijn outfit even plannen en ik ga dat ding eraf halen, want dat kan echt niet. Oké, okay, nou het is dus tijd om eindelijk dat ding van mijn hoofd af te halen na zo enorm veel vragen. Echt, ik zag er echt duizenden comments van staan, gewoon. Nou, daar komt het hoor. Dit is dus, wat voor kleding is dit eigenlijk? Is het mijn sportkleding of, of wat? Mijn sportieve kleding. Ja, het ziet er ook echt niet sportief uit. Uh, dat kapje gaat van mijn hoofd af. Waar haal ik dat eraf? Ja, juist. En nu nog schoenen. Sportschoenen. Nike's. Ja, kijk. Nou, daar zijn we daarvan af. Had ik het nog bij een andere outfit? Nee. Ik wil nog steeds Calvin Klein onderbroeken downloaden, trouwens. Oh, hier had ik het ook nog. Uh, ga, ga van mijn hoofd af, alsjeblieft. Hier had ik het niet. Ik had mijn geotrui. Ja, en. Oh. oh, deze is wel leuk op zich. Formeel. Dat roze hoedje kan nog wel. Eigenlijk niet. Dat zou ik echt nooit dragen in het echt. Maar we laten het gewoon zo. Oké. Okay, uh, normale kleding. Ja, het is er dus overal af. Super. Kan ik gelijk de kleding van mijn kind Nigel even aanpassen? Naar een shirtje. Nee, wacht. Dit is een onderbroek. Is dit je onderbroek? <laughs> ik weet zelf dat ik van mezelf ook nog altijd van die onderbroeken had toen ik klein was. Of, oh, dit is zijn zwembroek trouwens. Maar ik had altijd van die onderbroeken met sterretjes erop. En, en, en vliegtuigjes en zo. En ik vond het helemaal leuk. En als ik dat nu zou dragen, dan, dan, dan zou ik. Ja. Dat zou een beetje raar zijn, denk ik. Ik geef Nigel een wit truitje. En even kijken, deze broek. En die schoenen die passen er niet bij. Geel, dat past niet echt. En ik. Ja, nee. Nou, we zijn weer terug. Even kijken, hoe ziet Nigel eruit? Ik wil het trouwens steeds mezelf noemen. Ik weet niet waarom. Maar het is mijn eigen kind. Doe je normale kleding eens aan. Even kijken. Hallo, ik wacht. En ja! Top! Oké, okay. hij kan tijdelijk even in dit bed slapen. Of dit kunnen. Wacht eens even. Dit bed kunnen we gewoon toewijzen aan de butler. Bed toewijzen aan butler Umahima. Want dat, die kamer wordt toch niet gebruikt. En die kamer hierboven. die wordt voor mij. Ja, oké. Okay. Alleen moet het. Oh, het kind van Melanie en Jasper moet natuurlijk ook nog een kamer krijgen op een gegeven moment. Nou, we kunnen eigenlijk nog het huis uitbreiden hierboven ook. Maar misschien moet ik hier wel eerst een jongenskamer van gaan maken. Want. Het staat er nu zo leeg bij en ik heb geen kamer. Of Nigel heeft geen kamer. Hier, ik zeg, ik noem Nigel steeds mezelf. Dus sorry. Nou, ik doe gewoon lekker typisch blauw een jongenskamer. Misschien zijn er wel hele vettige downloaden kamers. Die we kunnen neerzetten gewoon. Ik wil even kijken. Wat voor jongenskamers zijn er? Daar komt het. Small Boys Room. Moder modern Boys Room. Oké, okay, wat hebben we hier? Oh, deze ziet er wel gaaf uit. Wat is dit? Oh, met een hele slaap. Uh, wat is dit? Dat. Gordijn, ja, dat. Oké, okay, er zitten ook echt hele lelijke kamers tussen. Hele lelijke kamers, maar echt. Wat je ten eerste nodig hebt in een jongenskamer is een bureau. Dat altijd. Want een jongen die wil gamen, of een jongen wil helemaal niet gamen, een jongen wil misschien gewoon YouTube kijken. Drie schermen? Nou, nee. We gaan er geen kind van maken. <laughs> ik heb zelf trouwens ook drie schermen, dus ik, ik noem mezelf nu verwend. <laughs> uh, een tablet kan wel. Ja, gewoon dat het kind wil een iPad natuurlijk. Misschien zit je zelf al deze Sims-aflevering op een iPad te kijken. Zou best kunnen. Uh, een stoeltje? Ja? Nou, ah, dit zijn tafeltjes die ik nog nooit neergezet heb. En die zijn ook nieuw. Dus dat is wel leuk, denk ik, om erbij te doen. Een leuk doodskopje. Ik ben zelf trouwens helemaal niet van de doodskoppen en alles. Ik, ik ben daar nooit van geweest thuis. Maar ik, ik hang het hier gewoon op. Oh, Oké. Okay. Nou, dus de kamer is ook af. Ik heb het net helemaal even te snel gebouwd. Jullie zullen het vast niet verwacht hebben dat ik ineens het door zou switchen daar naartoe. Maar... Ik heb het dus net gebouwd, de badkamer is ook af en ik ga nu gewoon naar binnen, ik ga het jullie laten zien. We moeten natuurlijk wel via de trap die we hier dus hebben neergezet naar zijn kamer, wat gelijk dus ook in zijn kamer uh, uitkomt, zoals je kan zien. We gaan naar boven, je komt hier dus bij zijn, uh, ja, ik vind, het, weet je wat ik wel jammer vind aan het huis? Dat de muren zo hoog zijn. Daardoor krijg je hele kale muren van, zoals dit, je hebt heel veel ruimte nog over en dat vind ik een beetje jammer. Um, maar, zoals je kan zien, dit is dus zijn kamer. Oh, even kijken. Dit. Je hebt hier zijn bed. Ik moet nog wel wat op zijn nachtkastje zetten, want het is alles een beetje saai. Uh, nog aan de muur kan daar wat. Uh, dit is zijn kledingkast. Laten we het zo zeggen. Ik heb meer aandacht besteed aan de badkamer dan, dan zijn kamer zelf, want hier kan echt nog wel wat veranderen qua. Uh, weet je wat ik helemaal vergeten ben? Ik ben van die kinderdingetjes vergeten. Waar ze met autootjes uh, kunnen spelen en zo. Dat kan hier nog gewoon in. Maar hij heeft wel een super deluxe badkamer. Dit is zijn badkamer hier. Kijk, echt met allerlei sauna-dingen. Uh, zijn wasmand. Zijn, uh, twee wasbakken voor zichzelf. Een eigen bad en een eigen douche. En hij heeft letterlijk alles voor zichzelf boven qua uh, badspullen. Dus hij mag wel blij zijn. Uh, Nigel, kom eens hier. Oh, je, je gaat nu alsnog naar een andere badkamer. Wow. Oh, weet je wat ik trouwens helemaal vergeten ben in zijn badkamer? Een toilet. <laughs> Dat zie ik nu pas. Oké. Okay. Wacht, hoe ga ik dit claimen? Ja, claimen. Uh, Wauw, ik maak een hele mooie badkamer. Wat vergeet ik? Een toilet. Nou, dan blijft hij tenminste toch niet de hele tijd boven op zijn kamer. Dus dan kan hij nog wel gewoon lekker plassen beneden. Um, nou, kinderspulletjes kan ik nog wel neerzetten. Maar ik vind eigenlijk dat het wel eens tijd wordt dat Melanie gaat bevallen. Want het duurt nu best wel lang. Um, wat ook wel leuk is. Kijk, want Mel gaat straks bevallen. En ze is natuurlijk als werk, heeft ze dat social media. Dus ze is een soort van vlogster, ze is social media influencer of wat is het, ze is nu een activeringsaapje. Oké, okay, geen idee wat het is, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ze heeft dus een sociale mediastatus en als ze straks zwanger is, dan kan ze het aanpassen van hé, hey, kijk, ik ben zwanger. Is dat niet super leuk? Ik vind, ja, sorry, ik vind het hartstikke leuk idee. Ja, ik dacht van, dan, dan worden we nu gewoon een YouTube kanaal. Waarbij we laten zien dat we zwanger zijn. Oftewel het YouTube-kanaal Stellig, als je dat kent. Die doen dat ook. Um, 25 volgers hebben. Nou, dat is eventjes een hele prestatie. En niveau 2 bereiken van de Charisma-vaardigheid. Uh, ze moet dus ja, straks weer werken. Om 9 uur zo te zien. En dan hoop ik dat zij dus uh, promotie krijgt naar nog een hogere baan. Of naar nog een hoger iets. Want misschien dat we dan echt wel ver kunnen komen in de social media-wereld. Zou wel leuk zijn. Dan. Kan ik je nog wat doen qua uh, social netwerk? Het totale aantal volgers bekijken. Oh, <laughs> moet je als prank zo uh, de sociale media profiel wissen? Dat is wel jammer. Je kan niet echt pranken op de Sims. Maar, gaat eens doen. Kunnen we er wat aan veranderen? Of is dat te kort geleden dat we dat hebben gedaan? Met een klein beetje mazzel en perfecte timing heeft jouw sociale media status de wereld geïntrigeerd. Oh, we zijn viral gegaan. Melanie heeft 20 nieuwe volgers. Nou, als je over de hele wereld maar 20 nieuwe volgers erbij krijgt, dan is dat best wel heel erg zielig. Oh, oké. Okay. Nou, ga maar lekker naar bed. Want het is echt tijd voor jou om te bevallen. Kom op. Ga slapen. Uh, uh, waar is die butler trouwens? Oh, die butler. Slaapt die butler wel? Ik heb die nog geen één keer zien slapen. Die heb ik alleen maar zien schoonmaken hier. Ik weet niet wat die allemaal aan het doen is, maar die heeft verder nog helemaal niks gedaan volgens mij. En Jasper, yes! Jasper maakt gebruik van de nieuwe etenstafel. Oh, dat vind ik wel leuk. De keuken die kan ik nog wel echt wat uitbreiden trouwens. Wie ligt hier in bed? Ik lig lekker in bed. Nou, als ik YouTube dan ook naar bed stuur, want het is al tien voor twee s'nacht zo te zien. Uh, staat er nog ergens een televisie aan? Want ik hoor de hele tijd irritant geluid. Oh, Nigel's tape. Oh nee, niet. Waar komt dat televisiegeluid vandaan? Hierboven? Nee, ik weet het niet. Oh, Mel, ga snel plassen. Die moet naar het toilet. Nigel, gaat lekker voor het eerst slapen in je nieuwe bed. Hartstikke leuk. Ik vind het wel gezellig eigenlijk, zo'n hele kamer. Of nou ja, gezellig. Ik vind het wel wat hebben. Zo'n hele kamer boven in het huis. Gewoon helemaal afgezonderd van iedereen. Een soort van zolder. En, wow, waarom is hij zo boos? Nigel kan binnen 10 minuten alle fouten, gaat in het plot en slechte dialogen uiteenzetten. Uh, oké. Okay. Oh, hij, <laughs> hij is boos door een slechte film. Bioscoop-flop. Oké. Okay. Nou, als iedereen lekker gaat slapen, Jasper ook. Ga slapen naast je vriendin. Oftewel Melanie. Uh, dat ze hartstikke chill zijn. En dan hoop ik dus echt dat Mel gaat bevallen straks. Want ik zit te wachten op dat kind. Echt waar? Waar blijft het? En dan moeten we dus ook wel de kamer ergens gaan maken. Misschien dat we van deze etenskamer hier. Want die wordt nooit gebruikt. Dat we daar gewoon een meisjeskamer van kunnen maken. Dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja, maar dat is iets voor de volgende aflevering misschien. Oké, okay, maar even serieus. Het is nu echt diep in de nacht en die butler, die is nog steeds hier ergens bezig. Ik weet niet waar, maar die is nog steeds... Die loopt hier rond in het huis. Waarom gaat ze niet naar bed hier? Oh, ik zag haar daar ergens. Ja, hier. Wat doet ze? Ze loopt alles schoon te maken. Het is wel heel handig trouwens. Ik bedoel, je wordt wakker en alles is schoon. Maar de televisie is niet eens vies. Oh, ik dacht dat ze een middelvinger opstak. Oh, goeiemorgen. We worden gebeld natuurlijk dat wij nu moeten werken. We kunnen nu thuis werken. En ho, ik heb gehoord dat er een wereldberoemd circus in de stad is. Laten we een kijkje nemen. Oké, oké, oké. Maar wacht even. Ik werd net gebeld door het werk. Ik kan nu thuis. Uh, wat is de bedoeling? Jongens, kan ik nu thuis werken? Of niet? Want ik bedoel, Melanie is hoogzwanger. En die kan dus straks elk moment gaan bevallen. En wow, wat? Wow! Wow, ze is kaal. Kijk, nu is ze kaal. En nu heeft ze haar. Wat is dit? Huh? Dat was even zo dus heel erg raar. Maar oké, okay, ik wilde ze dus thuis laten werken omdat ze heel erg zwanger is. Maar ze gaat nu waarschijnlijk toch nog naar de werk. Of, wat is nou de bedoeling? Werk ze nu gewoon thuis. Werk over 17 minuten. Wat ga je doen? Ik weet het niet. Nigel gaat in ieder geval lekker naar school. Mel moet dus werken over 3 minuten, zo te zien. Naar werk gaan. Ja, ga maar gewoon naar je werk, want anders gaat het niet goed komen. Eh, uh, jammer dat we niet naar dat circus in de stad kunnen, in ieder geval, want dat had ik wel willen zien. Misschien is het hier beneden gewoon. Is het hier niet dat we het hier kunnen zien ergens? Nee, hier is geen circus. Wie wilde er dan naar het circus? Louise wilde naar het circus, maar met wie? Ik weet het niet. Ze belde volgens mij Melanie, maar Melanie kan dus nu niet. Terwijl ik wel zei: oké, okay, ik kom. Oh, wat zielig. Ik laat mijn moeder nu echt vol in de steek van hoeps. Sorry, ik kom toch eventjes niet. Of ik laat niet eens weten dat ik niet kom, blijkbaar. Ik vind eigenlijk ook wel dat Jasper een baan moet gaan zoeken. Dus ik ga Jasper ook aan een carrière laten beginnen. Misschien ook wel iets met sociale media of iets anders. Wat zal ik dan... Ja, wat zal ik ermee doen? Wat voor banen zijn er nog meer? Want we hebben nu natuurlijk ook iets in de politiek. Dat ben ik. Ik ben nu een stagiair en ik ga waarschijnlijk straks promotie krijgen. Maar wat ga... Ja, dit bedoel ik. Wat kan ik nog meer? Een race aan cent. Ja, joh. Een krantenbezorger word je dan. Oh, nee, daar moet je blij mee zijn. Of een geheim agent. Nou, ik ga hem denk ik gewoon maar een... Uh... En race cent laten worden. Iedereen heeft een mening, maar niet iedereen wordt bepaald om, betaald om er eentje te hebben. Nou, oké. Okay. Jasper is race Dat hebben we ook nog nooit gehad. Hij is nu dus een krantenbezorger bij San Michino. Moet Jasper de voorsprong uh, opbouwen en de opdracht aannemen? Ja hoor. Niveau stijgen binnen schrijfvaardigheid. Oh, we moeten gaan schrijven, joh. Oké, okay, nou dan gaan we dat toch lekker doen. Dan gaan we hier schrijven. Uh, een column schrijven, dat is voor zijn werk. Dankzij de nieuwe schrijfvaardigheid van Jasper kan hij goede sier maken met een uitgebreide woordenschat en, en zinnen die grammaticaal correct zijn. Nou, jongens en meiden. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Melanie heeft dus nog steeds niet een kind. We hebben deze hele aflevering in spanning af zitten wachten. Maar het is er gewoon nog steeds niet en het duurt nog lang, blijkbaar. Het komt maar gewoon niet. Misschien straks. Als ze thuis is. Of in ieder geval in de volgende aflevering. Dat is één ding wat zeker is. Als het nu nog steeds zo lang duurt. voordat er een nieuwe aflevering afkomt. Echt, jullie mogen echt direct deabonneren. En heel mijn kanaal gewoon weggooien. Ja, nee, even serieus. Ik weet niet wat ik de vorige keer zei. wat ik beloofde. Maar in ieder geval nu wel. En ho, Nigel heeft een liefdesbrief gekregen: uh, Je bent een schatje, staat erin. <laughs> hij denkt dat het misschien de nieuwe meid is die altijd lijkt te staren. Moet hij het haar vragen of gewoon even mm -hmm. afwachten? Confronteren. De nieuweling is alleen, aangezien hij nog niet veel vrienden heeft. Maar als Nigel het briefje laat zien, vat de nieuweling het helemaal verkeerd op. Uhm, ik ken je niet eens. En dan komt de rotla van de klas om de hoek en ziet de twee samen snoezen. Oh nee, Nigel gaat af op school. Dadelijk wordt hij gepest. Mijn kind wordt gepest. Nou, in ieder geval, jongens, en meiden. ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken in deze aflevering. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. En later. Mijn kind wordt gepest. Wow, wat is dit? Hier eindigt het gewoon mee. Ze ja, hebben uh, een aquarium hier midden in het shopping center. Drie kiraden waar